Vandaag zijn we in het Amsterdamse bos bij geitenboerderij Riedammerhoeve. En hier heb je gigantisch veel schattige lammetjes. En ga ik jullie alles vertellen over de geit. Dus wil je meer weten? Blijf dan kijken. Je zou misschien denken dat honden en katten de eerste huisdieren waren. Dat is helemaal niet waar, want al 10.000 voor Christus werden geiten gehouden. Wat nou zo geinig is aan die geitjes, zijn die sikjes. En sikje betekent niet gelijk dat het een mannetje is, want ook de vrouwtjes geiten hebben sikjes. Maar die sikjes zijn gewoon wat korter. Waar je een vrouwtje ook aan kan herkennen, zijn de uiers. En dit is dus zo'n kort sikje. Hallo vrouwtje. Nou, die geiten die zijn er al in allemaal verschillende soorten en maten. Je hebt dwerggeitjes van wel 20 kilo. Zijn ze ongeveer zo groot als ze volwassen zijn. Tot grote boergeiten die wel 140 kilo kunnen wegen. Geiten zijn gemiddeld 3 tot 5 maanden zwanger. Als ze dan geboren worden, komen er wel 1 tot 3 lammetjes uit. Nou, die lammetjes die drinken lekker melk bij de moeder. Maar vanaf 10 dagen gaan ze al kleine beetjes gras eten om daar een beetje vast voedsel binnen te krijgen. Is toch te lief? Nou, om de moeders nou een beetje te helpen, hebben we hier deze flesjes. En dan boden ze dit toetje, de tepelna. Ik ga eens even kijken of ze een beetje wil drinken. Hé, hey. Is toch lekker? Kom maar. Volgens mij heeft ze al genoeg gedronken. Nou heb ik ook nog een aantal bizarre feitjes voor jullie over geiten. In 2009 is een geitje opgepakt in Nigeria, omdat de politie dacht dat het een gewapende overvaller was die zich tot magie had overgetoverd in een geit. Hoe gek is dat? Nou, wat nog gekker is, is dat in Nigeria in 1996 kon er een geit burgemeester worden. Hij heeft het helaas niet gehaald, want hij is op brute wijze vermoord van tevoren. Er was sprake van een politieke aanslag. Nou jongens, het geitje net had helaas geen honger. Maar gelukkig zijn er genoeg geitjes in de wereld. Dus we gaan hier eens even kijken of er iemand dorst heeft. Oh, ze liggen heerlijk te slapen. Hey. Kleine jongen. Oh. Nou, die lust er pap van. Heerlijk. Achter me zie je dat er ook nog kippen zijn. Geiten zijn hele sociale dieren. Die kunnen er gewoon mee samenleven. Ik moet er nu helemaal uitklimmen. Dat komt omdat sommige geiten het zelfs wel 1,5 meter hoog kunnen springen. Dat kan ik niet eens. De geitjes hebben lekker te eten gehad. Ze zijn lekker aan het herkauwen. Want ze hebben namelijk niet 1 maag, maar wel 4 magen. Ze hebben de pens, de netmaag, de boekmaag en de lepmaag. Ik ben blij dat ik er maar 1 heb, want ik zou niet eens weten hoe ik ze moet vullen. Nou, de lammetjes hebben net allemaal lekker geluncht. Ik ook, dus ik blijf denk ik nog maar even liggen. Het is best relaxed. Ik snap hem wel als hij hier staat. Door de jaren heen hebben wij ook heel veel geleerd van geiten. Namelijk tijden terug zagen de herders dat de geitjes opgewekt werden van het eten van de koffiebladeren. Nou, die dachten we gaan het ook proberen. En sinds jaar en dag drinken wij als mensen koffie. Maakt mijn ochtend ook een stukje makkelijker. Lekker man. Jij ook wat. Ik heb er te veel. Zoals je kan zien zijn de pupillen van de geiten niet rond, maar rechthoekig. De enige andere dieren waar dit ook zo bij is, zijn inktvissen. En zo wordt dus geitenmelk gemaakt. Eigenlijk hartstikke makkelijk. En zo heb je een 1/2 liter geitenmelk. Mmm.
Nou, van die geitenmelk wordt van alles gemaakt, van ijs tot geitenkaas. Zijn jullie nou geïnteresseerd in hoe dat werkt? Laat het even beneden weten in de reacties en dan ga ik het voor jullie uitzoeken. Tijd voor een ijsje. Goed weer ervoor, hè? Ja, dat is perfect. Ah, zonde. Dank u wel. Ga lekker naar buiten, ga lekker naar de geitenboerderij. Ik heb onwijs genoten. Als jullie het ook leuk vonden, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren hier beneden. Ik ga gewoon eens even lekker genieten van mijn geitenijsje en ik zie jullie volgende week.